Hi, welkom terug op mijn kanaal. Vandaag is het weer tijd voor de maandelijkse beauty favorieten van afgelopen maand, oktober 2016. Nog 2 maanden en dan is het jaar alweer voorbij en het vliegt iedere keer zo voorbij. En voordat ik het weet zit ik alweer de favorieten te doen van het afgelopen jaar, het hele jaar 2016. Nou, tijd voor de favorieten dus. Het zijn alweer een aantal. Misschien klinkt mijn stem nog steeds een beetje anders. Ik ben nog steeds niet helemaal opgeknapt, dus dan weten jullie in ieder geval waar het aan ligt. Het is behoorlijk hardnekkig deze keer, maar ik ga mijn best doen om er een leuke video voor jullie van te maken. Als eerste laat ik jullie dit hele fijne masker zien. Dit is het Mineral Care Pure Dead Sea Experience Facial Mud Mask. Dit is dus een moddermasker en dit breng je dus aan op een gereinigde huid. En dat kan je 2 minuutjes laten zitten, maar je kan hem af en toe ook iets langer laten zitten. Vooral als je bijvoorbeeld een hele vette huid hebt, is dat wel fijn. Nou heb ik zelf niet echt een vette huid. Ik heb een beetje een normale tot gecombineerde huid in mijn gezicht. En vooral dit gedeelte is bij mij toch wel het gedeelte wat eerder gaat glimmen. Zoals ik al zei, breng je dit masker aan, laat je het even zitten, even een momentje voor jezelf. En daarna dan haal je het met lauwwarm water, verwijder je het van je gezicht. En dan heb je echt een heerlijk zacht babyhuidje. En je huid heeft dan echt een soort van boost gekregen. Poriën worden kleiner, roodheid wordt verminderd. En ik zeg al, er zitten heel veel goede ingrediënten in. En het heeft ook echt een diep reinigende werking op je huid. Hij is echt heel fijn. Dan het opulent serum van Hanna. Ik heb jullie laatst al in een skincare routine video die ik een aantal video's geleden liet zien, heb ik jullie hier al meer over verteld. Dit serum gebruik ik echt iedere dag. Eigenlijk vooral iedere avond, niet overdag. Dan is het net nog iets te vol. Dit is een verhelderend en oplichtend serum. En als je het echt een tijdje gebruikt, consequent gebruikt, zul je ook echt wel merken dat het iets doet voor je huid. Het bevat bijvoorbeeld heel veel vitamine C, echt in een hele hoge concentratie. En dat maakt het ook dat het wat oplicht, wat verhelderend werkt en ook ja, je huid gewoon een mooiere tint geeft. Dit Hydro-mask van Hanna is ook groot favoriet en die doe ik eigenlijk iedere avond na het serum op. Dit kan je gebruiken als masker, maar dit kan je ook gewoon iedere avond als nachtcreme gebruiken. En daarvoor gebruik ik hem dus en dat vertelde ik jullie laatst ook al. En het ja, zie ik eigenlijk meer als een hele volle nachtcreme. Dat vind ik in de avond al fijn. Mijn huid slurpt het echt op en het zorgt ervoor dat je huid echt een vochtboost krijgt. En als je huid goed gehydrateerd is, dan zie je ook ja, droogtelijntjes en zo minder, waardoor je dus ja, gewoon frisser eruit ziet. Dan nog een skincare product, dat is deze tube. Deze is van Embryolize. Dit is de Le Creme Concentré. En dit is een heel fijn product, echt een multitasker. Deze kan je bijvoorbeeld onder andere gebruiken gewoon als crème. Daar gebruik ik hem niet voor. Ik gebruik hem vooral heel graag als primer onder make-up. Ik doe het dan over mijn dagverzorging heen en ik wrijf het goed uit. En het wordt ook niet, het voelt ook niet vettig of plakkerig of zo aan. Echt heel fijn. De foundation blijft daardoor langer en mooier zitten. Je kan het eventueel ook mengen met je foundation als je dat fijner vindt. Je kan hem dus ook gewoon, zoals ik al zei, als dagcreme gebruiken. Je kan hem als masker gebruiken. Je kan hem na het scheren gebruiken. Hè. Als de huid scheren zorgt ook altijd wel voor huidirritaties. En je kan het zelfs ook wel als handcreme gebruiken. Dan een heerlijk bodycare product. Dat zit in deze pot. En dit is van Kenzo. Kenzoki, zo heet eigenlijk de verzorgingslijn van Kenzo. En dit is de Sensual Bare Body Cream. En dit is een hele volle, super deluxe bodycreme. Misschien wel de fijnste bodycreme die ik ooit heb gebruikt. Ik heb al meer luxere bodycremes, maar deze is, ik weet niet, is echt zo fijn. Het is gelukkig ook een behoorlijke pot, dus je kan er best wel lang mee doen. Zeker omdat de crème ook echt wel lekker vol is. Hij ruikt super lekker. Hij heeft echt dat poederige, als je van poederige geur houdt. Oh, deze ruikt zo lekker. Die blijf je ook zo lang ruiken. En ik gebruik deze eigenlijk al wekenlang non-stop. Iedere avond na het douchen. Je kan ook wel zien dat het een volle crème is. Het heeft bijna iets weg van een body butter. Ook deze zit vol met hele goede verzorgende ingrediënten. Waardoor je huid mooi soepel, goed gevoed en goed gehydrateerd blijft. Dan heb ik een haarproduct voor jullie. En dat is dit flesje. Dat heb ik eigenlijk al best wel een tijd in mijn kast staan. En ik heb zoveel haarproducten. En ik gebruik eigenlijk altijd wel een haarolie of een haarserum. Ook als finishing touch en als ik mijn haar gewassen heb, maar ook nadat ik het helemaal gestyled heb en zo, om het eventjes in de puntjes goed te verzorgen. En ja, ik wissel nogal graag af met dat soort producten. Ik heb zoveel staan omdat je natuurlijk met olies en serums best wel lang doet. Je hebt iedere keer maar een paar druppeltjes nodig. Was ik laatst in mijn laad kijken en dacht ik, weet je wat, laat ik deze maar weer eens een keer proberen. Die staat dan nog bijna helemaal vol. En dit is het Garnier Loving Blends herstellend serum. En dit is echt een heel fijn serum voor het haar. Ik doe hem dus na het wassen op handdoek droog haar. Verdeel ik het eventjes door mijn hele haar. Dan borstel ik het eventjes door. En dan doe ik mijn haar op de manier zoals ik dat eigenlijk altijd doe. En als het dan helemaal gestyled is, dan breng ik nog een heel klein beetje. Doe ik in mijn handpalmen eventjes wrijven. En breng ik een klein beetje aan in de puntjes van mijn haar. Het geeft je haar een mooie glans. Het maakt lekker zacht. Het ruikt heel erg lekker. En het verzorgt je haar gewoon goed. Dan mijn favoriete geur van afgelopen maand. Welke ik er het vaakst bij heb gepakt en ik heerlijk nog steeds vind ruiken, is deze van Yves Saint Laurent. Dit is de Black Opium
een hele aparte, zware geur. Is wel een geur, daar moet je van houden. Ik vond vroeger de gewone, normale opium vond ik echt gewoon vies. Die vind ik nog steeds vies. Deze vind ik echt heerlijk. En dit is ook zo'n geur waarbij je regelmatig vragen krijgt van, goh, wat draag jij van geur? Het is wel een geur, ik denk, je houdt ervan of je houdt er niet van. Ik zeg, hij is behoorlijk zwaar, behoorlijk aanwezig. Hij is ook heel lastig te omschrijven, maar het is wel echt een, ik vind het een heerlijke geur. Dan mijn favoriete make-up producten van de afgelopen maand. En dat is wederom onder andere dit palet van Anastasia Beverly Hills. Dit is het Modern Renaissance palet. En ja, ik weet niet of ik hier ook heel veel over moet zeggen. Hij is al een aantal maanden favoriet. Je kan ook zien dat ik hem veel gebruik. Want net als deze en deze kleur, daar zijn al, wijs ik het goed aan, deze drie in ieder geval, daar zijn al behoorlijk de pans van geraakt. Ik draag vandaag ook oogschaduw dit palet en je ziet mijn heel veel video's met de oogschaduws uit dit palet. Dan nog een heel mooi paletje en dat is dit doosje. Het doosje alleen is al echt een pronkstuk om te zien. Dit is de Estée Lauder en Victoria Beckham komt uit deze collectie. En het is dan geen palet wat ik iedere dag draag, want ja, ik weet het niet, ik doe het gewoon niet iedere dag op. Maar waarom die toch tot mijn favorieten behoort, is gewoon om ja, het hele plaatje, het doosje, hoe het eruit ziet, de kleuren, de kwaliteit. Het is echt een verzameld ding. De pigmentatie is echt geweldig. Ik vind de kleuren ook heel erg mooi, al zitten er kleuren tussen ja, die ik gewoon minder snel draag, zoals de groene en de blauwe, terwijl ik ze zo wel echt heel erg mooi vind. Maar ik vind het echt een must-have, ik vind het doosje gewoon, zoals ik al zei, ik heb een zwak wel voor verpakkingen. En ja, vandaar dat die grote favoriet is van afgelopen maand. Dan deze, mijn favoriete concealer. Als je me al langer volgt, dan weet je dat dit al jaren, ik denk wel mijn holy grail is in concealers. Dit is de NYX HD Photogenic Concealer. Ik heb hem altijd in de kleur light. En ik vind het echt de allerbeste, allerfijnste, allermooiste concealer die ik ooit heb geprobeerd. Het fijne is, ik neem altijd een tintje lichter dan mijn foundation. Om het hier wat op te lichten. Deze gaat niet in de lijntjes zitten. Zeker als je wat ouder bent is dat wel fijn dat hij niet in de lijntjes loopt. Dat het allemaal heel droog gaat kijken of zo. Dat is gewoon niet mooi. Dat doet deze dus niet. De kwaliteit is echt, vind ik echt super goed. En hij is ook nog eens heel erg betaalbaar. En ik kan deze eigenlijk wel iedere maand bij de favoriete video standaard erbij pakken. Want ja, ik gebruik hem echt iedere dag. Dan iets wat goed aansluit bij de concealer. Dat is dit potje. Dit is de Laura Mercier Secret Brightening Powder. Dit is een wit, ja, een beetje blurrend, verhelderend poeder. En die gebruik ik vooral om mijn concealer te zetten. En dat dep ik dan, dat zien jullie ook wel eens in tutorials, met een kwastje meestal, soms met een beauty blender. Als ik mijn concealer heb aangebracht, dan ja, hiermee doe ik eigenlijk altijd vooral de baking techniek. Dus best wel veel poeder. Dan veeg ik later het overtollige poeder weg. En het geeft gewoon een heel mooi effect. Zorgt ervoor dat de concealer nog langer, nog mooier blijft zitten. En ik vind het echt wel een wonderpoedertje. Ik moest daar in het begin best wel aan wennen, omdat die wit is. En ik daarvoor altijd een gele poeder gewend was. Maar ook omdat deze een beetje een blurrend effect heeft, vind ik hem echt helemaal geweldig. Dan een favoriete blush van afgelopen maand. En dat is er weer eentje van Charlotte Tilbury. Deze, dit is de Chic Cheek to Chic Swish & Pop Blusher in de kleur Sex on Fire. Dit is een, ja, een, dit is echt een mauve blush. En er zit al een beetje een warme peachy tint omheen. Ik doe er gewoon, ik ga er gewoon met een blushkwast overheen. Zo pak ik het in zijn geheel, want anders vind ik het gewoon niet zo mooi. En het is ook niet handig om die kleine kleur te pakken. Maar het zijn, ja, ik vind de make-up van Charlotte Tilbury echt zo mooi. En allemaal eigenlijk wel hele goede producten. En deze blush, ik pak hem er heel vaak bij en dan gebruik ik weer een tijdje een andere. Maar deze is echt heel erg mooi. Vooral nu in het herfst en de najaar. Mooie pigmentatie, je kan hem ook mooi opbouwen en hij blijft gewoon de hele dag heel goed zitten. Dan heb ik nog drie lipproducten voor jullie en dit is echt mijn favoriete combinatie al een tijdje. En ik ben dol op nude lippen en ik probeer dan altijd wel verschillende combinaties uit. Lippencil, lipstick, soms een glossje, soms een liquid lipstick. Het wisselt een beetje, dus ik wissel wel af tussen mat en glans. Maar mijn favoriete combinatie van al een tijdje is dus, zijn twee lipproducten. En ik wissel dan wel af met een lippencil. Het favoriete lippencil van momenteel, van nu, is dus deze van Estée Lauder. Ook uit de Victoria Beckham collectie. En dit is een nude, even kijken. 01 Victoria. Dit is echt een hele mooie nude kleur. Hij lijkt al heel ver op en dat is die eigenlijk ook. Want ik heb hem nog niet eens super lang. Beetje een oud roze, bruine tint. Hij is allesbehalve zuinig in gebruik. Dat vind ik dus wel een nadeel, want het is een heel mooi cremig potlood met een hele goede pigmentatie. Kan je lippen heel mooi mee omlijnen en inkleuren. Maar ik vind de kleur echt heel mooi en je kan hem eventueel ook zo dragen. Maar mijn favoriete combinatie is met een lipstick van Charlotte Tilbury, deze. En die begint ook al op te gaan en dat wil wel iets zeggen over hoe vaak ik hem gebruik. Dit is volgens mij de Hot Lips en dan de Kim Kardashian kleur. Al die kleuren zeg maar zijn geïnspireerd op celebs.
En dit is dan ja, nude, past helemaal bij Kim Kardashian. Hele mooie nude kleur. Zacht roze, niet te licht, niet te donker. Echt heel mooi, vooral over dat lippenlood, want die is wat bruiner. En dan in combinatie met dat roze. Ik draag trouwens de combinatie nu ook. Ik laat zo meteen een gloss zien die ik er dan nog overheen gebruik. En ja, ik vind de lipsticks van Charlotte Tilbury een hele grote aanrader. Ze zijn van goede kwaliteit. De verpakking is heel mooi. Het, zijn hele, ja, het voelt heel degelijk aan. Ze hebben een mooie finish. Deze heeft een crème finish. En ja, heel zacht voor de lippen. En welke ik er dan graag overheen draag is deze van Too Faced. En dit is de Too Faced Lip Injection Glossy in de kleur Spice Girl. En dit is ook zo'n nude kleur. En dit is weer een donkerdere nude dan bijvoorbeeld de lipstick. Dit is een beetje, ja, ook een kruising tussen oud roze en een beetje bruin daartussenin. En de combinatie dus van deze drie over elkaar vind ik echt prachtig. En het blijft ook best wel lang zitten, ondanks dat ik er dus een glansproduct overheen doe. En nogmaals, ik heb het nu ook op mijn lippen. Ik draag het dus in deze video. Dus dan heb je een beetje een idee hoe dat eruit ziet. En dit waren ze dan mijn favorieten alweer van oktober 2016. Ik ben ook benieuwd of jij mooie favoriete beautyproducten hebt van afgelopen maand. Ik ben altijd, ja, dat zeg ik ook iedere keer, altijd best wel nieuwsgierig wat anderen gebruiken. Laat het me weten hieronder in de comments of ga even naar mijn website glamouristegirl.nl. Vergeet het blauwe duimpje niet omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dankjewel daarvoor. Dan wens ik jullie natuurlijk een hele fijne dag en tot snel weer in de volgende video. Doei!